Auschwitz, den 23. Februar 1945. Liebste Mutter, hoffentlich erreichen dich diese Zeilen, die dir und all den Lieben die Nachricht bringen, dass ich durch die Russen gerettet wurde. Es ist ein Wunder, dass ich noch lebe. Ich hatte viel Glück und muss dankbar sein. Wo Edith und die Kinder sich befinden, weiß ich nicht. Wir sind seit dem 5. September 1944 getrennt. Ich hörte nur, dass sie nach Deutschland transportiert wurden. Alles Liebe und innigste Grüße und Küsse, dein Sohn Otto. Sein Leben von nach dem Oorlog war anders. Und all die anderen Dinge waren viel minder. Otto was transformed by the diary. I think that the diary carried him to heights that he had never anticipated or thought of being able to climb to. It served to help him deal with the pain and help him to see a purpose, that her death wasn't in vain. Het succes van het dagboek was voor hem het meest belangrijkste. Daar heeft hij ook dan dingen gedaan die misschien niet zo mooi zijn om dat succes te krijgen. He'd lost everything, but the diary was still there. That gave him an object in life. Anu wrote, I want to go on living after my death. And she wrote, if God live me, I want to work for mankind. So you see, I have a certain task. Ich habe das Tagebuch ihrer Tochter Anna gelesen und bin entsetzt, dass sie als Vater so etwas veröffentlichen. Aber das ist so typisch Jude, aus der stinkenden Leiche seiner eigenen Tochter noch Geld rauszuschlagen. Ein Segen für die Menschheit, dass solche Kreaturen von Hitler ausgemerzt wurden. Terrible letter. Lieve Kitty, heb ik je eigenlijk al wel eens wat van onze familie verteld? Ik geloof al niet en daarom zal ik er maar dadelijk mee beginnen. Vader werd in Frankfurt am Main geboren, uit steenrijke ouders. Michael Frank had een bank en was daardoor miljonair geworden. Vader had in zijn jeugd een echt rijke zoontjesleven. Elke week partijen, bals, mooie meisjes, walsen, diners, vele kamers enzovoort. Vader is dus prima opgevoed. In the Yiddish-speaking world, they're called yekkes. It's a certain type who is overly punctual, highly opinionated, very sure of their moral and cultural and intellectual superiority. Hij had een zusje en twee broers en ze waren erg close. Sie wurden von ihrer Mutter, von Alice, sehr humanistisch erzogen, sehr viel mit Literatur, mit Musik. Und ich denke, dass sie von zu Hause aus erzogen wurden zur Ehrlichkeit. Ehrlichkeit war an erster Stelle. Otto sagte auch immer, man muss die Wahrheit sagen. So waren sie alle erzogen. Und auch zur Treue zum Vaterland, das war ja auch ein mächtiges Wort in Deutschland, Treue. Toen dat tijd voelde hij zich helemaal niet Joods. Hij voelde zich echt Duits. So see, I'm born in a time of 1900 where assimilation was very, very strong. My grandmother already never went to synagogue. She was in synagogue once when she married. And in her whole life she was not anymore in the synagogue. Hij werd opgeroepen. Hij kwam terecht in Frankrijk. Otto kwam er met zijn detachement goed uit. Hij had nog geen leidende functie. Hij was korporaal aanvankelijk. Mir geht es dauernd gut und habe mich noch selten so sorglos gefühlt. En op een dag werd hij uitgezocht om officier te worden. Dat heette dan wel officier der reserve, maar het was een officiersrang. Bijbehorend uniform.
Daar komt Otto vaak op terug. Of het wat op me doordrong dat hij eigenlijk officier was geweest in het Duitse leger. Hij was in de cavalerie en hij had een paard van een boer had hij beslag genomen, moest hij doen toen. En de boer was erg verstoord daarover. Hij had het nodig om te werken en zo. En zei, dit is mijn bestaan. Waarop Otto zei, maar ik geef je een ontvangstbewijs. Dat was heel typisch Otto. Otto kon zo merkwaardig naïef overkomen. En dat die boer het voor de ogen van Otto dat ontvangstbewijs verscheurde. En toen heeft de boer beloofd, als de oorlog afgelopen is, breng ik dat paard weer terug. Alle soldaten waren al thuis. En Otto was na 3 weken nog niet thuis. En Otto's moeder, die Alice, had wochenlang op ihn gewartet, war wütend. Wo ist Otto? Wo ist Otto? Na ruim drie weken verscheen die plotseling door de achterdeur in de keuken bij zijn moeder. Die eigenlijk een hartverlamming van verbazing en schrik kreeg. En hebben ze hem gevraagd, waar was je, waar was je? We waren zo bang voor je. Het zit er wel, moeder. Ik had een paard en dat moest al terug naar de eigenaar. Dus hij heeft zijn woord gehouden. Dat was typisch Otto. Dat is typisch Otto. Er had es zurückgebracht. Hoe eerlijk hij was, ook hoe echt Duits hij was om zijn plicht te doen. Es war ihm wichtig, dass der Mann sein Pferd wieder hat. Ob die Mutter zu Hause und die Schwester und der Bruder und ich weiß nicht wer alles Sorgen um ihn haben, daran hat er gar nicht gedacht. Mijn vader, de liefste schat van een vader die ik ooit ontmoet heb, trouwde pas op zijn 36e jaar met mijn moeder, die toen 25 was. De familie zei toen, het is tijd dat je gaat trouwen en we zullen iemand voor je vinden. Dus ze hebben gezegd, we weten een leuk jong meisje, dat zou goed passen. Moeder was niet zo rijk, maar toch ook heel behoorlijk. En dus kunnen wij met open mond naar de verhalen van verlovingen met 250 mensen, particuliere bals en diners luisteren. Het was een eer die eer op respect beroerde als op wirklich tiefe liefde. Vader is niet verliefd. Hij geeft haar een zoen zoals hij ons zoent. Hij kijkt haar plagend en spottend aan, maar nooit liefdevol. Zij houdt van hem als van geen ander. En het is hard dit soort liefde altijd onbeantwoord te zien. Hij had de kinderen toen tamelijk vlug. En dat was dan zijn grote liefde. Hij heeft al zijn liefde die hij had aan de kinderen gegeven. Dat was voor hem zijn leven. Mijn zuster Margot werd in 1926 geboren in Frankfurt am Main in Duitsland. 12 juni 1929 volgde ik. We used to call Anna Annelijn, Annekind en Zetlijn. Margot was called Muts. She called me Pim, of course also Papi. Hij had een ontzettend goede verhouding met zijn twee dochters. Hij was volkomen dol op hun. Mijn kleine zusje die wilde nooit eten. En meneer Frank kwam binnen. Ik weet niet, in 2 minuten was het bordje leeg. Dat was alsof de zon binnenkwam, weet je. Heel gek. En hij had een heel beter verstanding met Anne. Anne was vaders dochtertje en Margot was een moederdochtertje. Mijn liebes Annelijn, die Omi nannte dich schon, als du noch ganz klein warst, Frauenzimmerchen. Das bist du auch geblieben, du kleine Schmeichelkatze. Du weißt ja, wir haben oft Geheimnisse miteinander. So manchmal passiert etwas, was wir dann miteinander besprechen müssen. So einfach wie mit deinem Schwesterchen geht es nicht immer. Wenn auch im Allgemeinen dein lustiger Sinn und dein liebenswürdiges Wesen dich spielerisch über vieles hinwegtänzeln lassen. Möge dir dieses lustige Lachen bewahrt bleiben, mit dem du dir, uns und anderen das Leben verschönst. Dein Pim.
Am 30. Januar waren wir zufällig bei Bekannten eingeladen. Wir saßen am Tisch und hörten Radio. Da kam zuerst die Nachricht, dass Hitler Reichskanzler geworden sei. Danach kam ein Bericht von dem Fackelzug der SA Berlin und wir hörten das Schreien und Jubeln. Am Ende hat Hitler geredet, gib mir 4 Jahre Zeit. Der Bekannte, bei dem wir eingeladen waren, sagte aufgeräumt, lass uns doch einmal sehen, was der Mann kann. Ich wusste keine Antwort und meine Frau war wie erstarrt. We left Germany in 1933 because I didn't want to educate my children with blinkers. So we're not allowed to see Christian friends anymore. Und ich habe gleich mit meiner Frau besprochen, wie können wir wegkommen? Aber es ist ja schließlich die Frage, wie kann man einen Lebensunterhalt verdienen, wenn man wieder weggeht und alles mehr oder weniger aufgibt. Und das war sein Schwager, der Mann von Leni, Erik Elias, die hat in Basel werkte voor OPECTA. Weet u wat dat is, OPECTA? Bindingsmiddel voor jam, om jam te maken. Also mein Vater war Vertreter von OPECTA in der Schweiz und hat dann für Otto die Vertretung in Holland arrangiert. Wij volbloed Joden zijn, ging mijn vader in 1933 naar Holland. Hij werd directeur van de Nederlandse OPECTA-maatschappij voor jambereiding. He was very innovative. He liked to try new ideas. You know, he made that a movie showing how to make jam using pectin. OPECTA-jam is heerlijk. Als zakenman was hij eigenlijk niet goed. Ja, sicher, war ein guter Kaufmann. Er war zu sacht eigentlich für das. Er konnte ein steviger Zakenmann sein, mit den dabei behorenden Beschlüssen. Margot ging in December nach Holland und ich in Februari, waar ich als Verjaardagscadeau für Margot auf Tafel werd gesetzt. Was eine mooie Wohnung, was eine mooie Gedeelte von der Stadt. Rond het Merwedeplein, om het zo maar te zeggen, was Plan Zuid. Er waren hele moderne woningen gebouwd. Alleen er was crisis in Nederland. Dus ze stonden eigenlijk leeg, zodat zij als immigranten konden relatief makkelijk een huis krijgen. En ze kwamen daar in een omgeving terecht van Duitse vluchtelingen. Je ziet daar altijd Anne en Margot met een heleboel vriendinnetjes. Otto Frank fotografeerde veel. Ze hadden thuis, dat schreef ze over haar eigen verjaardag, dat hij lantaarnplaatjes vertoont of filmpjes. Dus het was een heel, laten we zeggen, open gezin. Maandag 15 juni 1942. Zondagmiddag had ik mijn partijtje. Rin Tin Tin viel zeer in de smaak bij mijn klasgenootjes. Ik heb 2 broches gekregen, een boekenlegger en 2 boeken. Het leven in Nederland was na de ervaringen in Nazi-Duitsland weer ons eigen leven. Onze kinderen gingen naar school en ons leven verliep weer normaal, tenminste in het begin. We konden toen een nieuwe start maken en ons vrij voelen. Ik heb een gelukkige natuur. Ik houd van de mensen, ben niet wantrouwend en wil ze allemaal met mij samen gelukkig zien. Ik heb wel eens gezegd dat ik eigenlijk nooit iemand heb ontmoet meer die zo van het leven genoot als Anne. Na mei 1940 ging het bergaf met de goede tijden. Eerst de oorlog, dan de capitulatie, inmars der Duitsers en de ellende voor ons Joden begon. Er hat sein Geschäft geführt, bis es eben so weit kam, dass Geschäfte unter dem schönen Titel entjudet wurden. Dann musste er das natürlich abgeben. Ich weiß sehr genau, 1941 war die erste Razzia, ganz in unserer Nähe. Und ich hatte Freunde dabei, junge Leute dabei. Die Leute kamen weg und nach 8 Tagen kamen. Der Bericht des Todes. Also man wusste ganz genau, die Leute werden umgebracht. Toen we een paar dagen geleden samen om ons pleintje wandelden, begon vader over schuilen te praten. Schuilen. Waar zouden wij gaan schuilen? In de stad? Op het land? In een huis? In een hut? Wanneer? Hoe? Waar? The people I worked with were really friends. And when the time came that we had to try to hide, I first spoke to Mr. Coopers,
And Kopas immediately said, well, the best thing would be we would hide here in our office building. After Kopas, I talked with Miep. Ob wir damit einverstanden waren, sie zu versorgen. She agreed, and then we talked to Mr. Kraler. And I could not let them slaughter better Germans. And then we talked to Ellie. So the four of them all were prepared to help us in case of hiding. Ça, c'est la porte camouflée. Et derrière sa porte, il y a les chambres. Personne sans doute qu'il y a là encore des étages où les gens peuvent vivre. Ça, c'était la pièce où les Fandan vivaient et où nous avions eu notre dîner, tous les repas. Cette carte était à la mur pour voir les progrès des alliés. Wenn ich heute auf unser Leben im Versteck zurückblicke, muss ich sagen, dass es in gewissem Sinne noch eine glückliche Zeit war. Wie gut war es, in so engem Kontakt mit meinen Lieben zu leben, mit meiner Frau über die Kinder und zukünftige Pläne zu sprechen. Das kann ich allein mal geschrieben haben, nadat er die Familie verloren heeft, omdat het was het onderduiken was geen gelukkige tijd. Dinsdag 11 april 1944. Liefde Kitty, zaterdag omstreeks 2 uur begon men hevig te schieten. Ik heb mijn angst voor alles wat schieten of vliegers is nog niet afgeleerd en lig haast elke nacht bij vader in bed om daar troost te zoeken. Uit het verhaal van Anne over het leven in het achterhuis is hij alweer brandjes aan het blussen. Er is aldoor opwinding, nogal wieders, die mensen zitten op elkaars lip. Vrijdag 28 januari 1944. Lieve Kitty. Vader loopt met opeengeperste lippen rond. Als iemand hem roept, kijkt hij zo schichtig op, alsof hij bang is opnieuw een precaire zaak op te moeten knappen. Minste of geringste gebeurt er wat. En hij probeert dat aldoor te sussen. De boel bij elkaar houden. En dat lukt min of meer wel, want die mensen toch al erin zijn. Ja, er is hier één, heeft de leiding, kapitein op het schip, en dat is Otto. Nur dadurch, dass man von Anfang an eine gewisse Zeiteinteilung festlegte und jeder seine bestimmten Pflichten hatte, konnte man hoffen, sich der Situation anzupassen. Liefste Kit, we zijn weer bij een zondag aangeland. Het hele huis dendert van de ruzie. Ik heb een verschrikkelijke behoefte om alleen te zijn. Vader merkt dat ik niet gewoon ben, maar ik kan hem ook niets vertellen. Laat me met rust, laat me alleen, dat zou ik steeds maar willen uitroepen. Wie weet word ik nog eens meer alleen gelaten dan me lief is. 10 uur. Stappen op onze trap. Vader, bleek en nerveus, kwam binnen, gevolgd door meneer Vandaan. Licht uit. Bij ons was de ademhaling van het hele gezin hoorbaar. Dan gerammel aan de draaikast. Dit moment is onbeschrijfelijk. Nu zijn we verloren, zei ik. 8 harten bonkten. Dan viel een blikje. De stappen verwijderden zich. Voor zover waren we gered. Suddenly, a man stood in front of me with a pistol, and we were arrested. Ah, les mains en haut. Avant, avant. Vite. Allez. Oui. 5 minutes. Und so gingen wir, einer hinter dem anderen, durch die Tür, die offen stand. Wir verließen unser Versteck und wir gingen über den Korridor und die Treppe hinunter. Après, je crois, c'était 6 ou 7 jours. On nous a pris pour le camp de Westerbork. Hij zegt ook bijvoorbeeld dat Anne gelukkig was in Westerbork. Ik kan me ook niet zo voorstellen dat ze echt gelukkig gaat zijn. Omdat je wist, iedere dag kan je op transport gestuurd worden. Als het in Holland al zo erg is, hoe zullen ze dan in de verre en barbaarse streken leven waar ze heen gezonden worden? Wij nemen aan dat de meesten vermoord worden. De Engelse radio spreekt van vergassing.
Misschien is dat wel de vlugste sterfmethode. Niemand wordt ontzien. Oude van dagen, kinderen, baby's, zwangere vrouwen, zieken, alles. Alles gaat mee in de tocht naar de dood. Et en arrivant à Auschwitz, naturellement, là, il y avait des gens avec des bâtons. Des messieurs ici, des femmes là. Alors, c'était le dernier convoqué de la famille, naturellement. Et là, vous les avez perdus, vous ne les avez plus vus? Non. C'était fini. Depuis ça, c'était le dernier. Hij heeft eigenlijk bijna nooit daarover gesproken. Hij heeft met mijn moeder en mij niet over de ondertuig en ook helemaal niet over Auschwitz, wat met hem gebeurd was. En zelfs toen hij gestorven is, heeft mijn moeder gezegd, weet je, ik weet helemaal niet hoe hij met zijn hoge leeftijd overleefd heeft, hoe hij zodat hij niet bij de eerste selectie geselecteerd is. En als daar zo 1000 mensen aankwamen en je was nou 33 en je was heel zwak, want ze hadden geen tijd te vragen hoe oud ben jij en hoe oud ben jij, dan deden ze dit. En dit was links en links was gas. Maar dat wist niemand. Meneer Frank met zijn 56 zag er gezond uit en zag er zo uit dat hij nog kon werken. En hij ging naar rechts. He was older, much older than I was. And he said, you know, why don't you call me Papa Frank? Because I have to have something in my life that I can be a papa to. So I told him, I said, if it will help you, I'll do that. He said, call me Papa Frank. Until he died, not too long ago, when he wrote his letter, he always signed his letters Papa Frank. Ik vroeg hem na zijn bevrijding hoe hij dat zich herinnert. Hij zei, nou, voor de bevrijding stonden we op het punt gefuseerd te worden. Zo ging dat. Am 26. waren we door die SS herausgeholt om ermordet te worden. En in laatste minuut is dan een auto gekomen met SS-leuten en had dem Erschießungskommando eben zugeschrien, weg, weg, die Russen komen. Und so ist er eigentlich gerettet worden. We wisten eigenlijk niet wat zal er gebeuren. Zullen de Russen komen? Zullen de Duitsers terugkomen? Uiteindelijk heb ik gedacht, ik ga naar Auschwitz in het mannenkamp kijken wat daar eigenlijk is. Ik heb overal rondgekeken en dan zag ik een man die me bekend voorkwam. Bij zijn bed stond hij en daar was eigenlijk niks te doen. Dus hij stond daar eigenlijk, keek rond een beetje. En toen dacht ik, dat ziet eruit als Otto Frank. Maar hij was zo mager en zo bleek, zielig eigenlijk en verloren. Maar ik ben toch naar hem toegegaan en we hebben elkaar bekeken. En het was Otto Frank. En hij heeft mij ook herkend. En de eerste vraag was, weet je waar mijn meisjes zijn of mijn vrouw? En ik had hem natuurlijk nooit gezien. Meine Lieben, wie zeer mich der Gedanke quält, niet te wissen, wo Edith und die Kinder sich befinden, werdet ihr verstehen. Ich habe jedoch die Hoffnung, alle gesund wiederzusehen und will mich nicht niederdrücken lassen. Zo zijn we gereisd voor 4 maanden eigenlijk. From Edith and the children I know nothing. I always was optimistic and I am still hoping the best. Maar op die reis ook was een mevrouw, een Hollandse mevrouw, Rootje de Winter. En die heeft ons verteld dat zij daarbij was toen
Otto's vrouw Edith gestorven is. Cette dame m'a vu et m'a raconté les dernières heures de ma femme. Elle m'a dit que les enfants étaient pris pour un autre camp et que ma femme était très très triste parce que les enfants ont dû partir et qu'elle était trop faible, elle mourait d'exhaustion, naturellement. Mais de mes enfants, je ne savais rien et j'avais cru qu'ils retourneraient. Liebste Mutter, viel kann ich nicht schreiben, denn die Nachricht von Ediths Tod hat mich doch so getroffen, dass ich nicht ganz der Alte bin. Liebste Mutter, je mehr wir uns der Heimat nähern, umso größer wird unsere Ungeduld, von unseren Lieben zu hören. Meine ganze Hoffnung sind die Kinder. Vielleicht habt ihr schon Nachricht von den Mädels. Arrivé, bonne santé, Marseille, partons Paris, Bézi, Otto Frank. Das war ein Telegramm, das wir bekamen vom Roten Kreuz. Und dann haben wir noch gedacht, arrivons, das ist die Familie und wir haben uns schon gefreut. Aber eben, es war nur Otto. Toen hij terugkwam, kon hij niet meer op het Merwedeplein wonen, omdat er was een andere familie daar. En die zijn natuurlijk niet eruit gegaan. Unser ganzer Haushalt ist geraubt. Ich habe weder Hut noch Regenmantel, weder Uhr noch Schuhe, abgesehen von dem, was mir andere geliehen haben. En toen heeft Mie Pries hem opgenomen. Er was moeilijk daar te wonen eigenlijk. En dan toen Miep de paaltje kreeg, dan is hij heel vaak weggegaan, omdat hij wou het jonge echtpaar met hun eerste kind, wou hij niet storen en daarbij zitten de hele tijd. Es ist alles wie ein schwieriger Traum. Ich bin allein. Mehr brauche ich doch nicht zu sagen. Die Firmen bestehen noch. Natürlich sind keine Grundstoffe da, aber die Basis, um wieder aufzubauen. He arrived back in Amsterdam on June the 3rd, 1945. On June the 4th, 1945, he went back to work. He felt obligated, too, to see that the people who had helped him still had a living. And plus, it gave him something to do. Gave him something to occupy his time with. I go to the office daily because that's the only way to divert myself. I just can't think how I can go on without the children, having lost Edith already. Naturally, I hope still. And wait, wait, wait. Langzamerhand kwamen er dus wat Joden terug uit de kampen en hij vroeg dus Alder of ze iemand mensen kende die. Die Anne en Margot nog gezien hadden. Ja, hij kwam bij ons vragen of wij wat gehoord hebben. Misschien weet iemand iets en zo. En toen één dag kwam hij weer. Toen heeft hij ons dan verteld dat hij gehoord heeft dat beide meisjes het niet overleefd hadden. Een van mijn amis me raconté, il y a deux jeunes filles qui avec. Qui a été avec Anne et Margot à Bergen-Belsen et raconté que Margot et Anne sont morts. En als je dan later de details hoort van die meisjes die daar liggen te verkommeren in de kou en in de ellende, ja, dan gaat er natuurlijk het nodige door jezelf heen. En als je de vader bent, dan beleef je waarschijnlijk het doodgaan zelf ook in alle ellende. En ben je dus twee keer verdrietig, omdat je verdriet hebt om wat er gebeurd is en om je kinderen en om wat je mist. Er zijn wel 3, 4, 5 verdrieten, denk ik. Ik zag hem soms op de straat, omdat we waren toch bijna buren. Ik zag hem lopen, altijd met zijn hoofd naar beneden. En treurig, nooit een lachje en zo. Hij wou eigenlijk opgeven toen de tijd.
Hij was dus heel erg aan mij gehecht in die tijd. Hij kwam heel vaak bij ons en wilde eigenlijk altijd dat ik met hem mee uitging. En ik was toen 16. Ik had eigenlijk geen zin om met een oude man de stad in te gaan. En hij wilde eigenlijk altijd weten over onze vriendschap. Daar wilde hij altijd over. Hij was ook heel geïnteresseerd in wat mij overkwam en zo. Maar hij bracht toch altijd het gesprek weer op Anne. En dan moest ik hem vertellen van die tijd dat wij bevriend waren. Mijn lieve Jozef, zo äußerlich geht es mir ordentlich. Aber das eigentliche Leben ist doch vorbei. Ohne Kinder kein Leben. Hij kwam op een namiddag met een pakje en zei, ik moet jullie wat laten zien wat ik gekregen heb. En was in een bruin papier had hij dat ingepakt en we zaten bij de tafel en hij heeft het heel voorzichtig opengemaakt. En het was het dagboek en hij heeft het zo gehouden en zegt, het is Anne's dagboek. En ze heeft het opengemaakt en heeft een paar dingen voorgelezen. Maar begon altijd, zijn stem begon, ik voor dat hij tranen in de keel kreeg en hij huilde en hij kon dan niet meer verder lezen. Liebste Mutter, Bilder aus den letzten Jahren habe ich natürlich nicht. Aber Miep hat zufällig ein Album retten können und auch alles Tagebücher. Ich habe jedoch nicht die Kraft darin zu lesen. Er hat zuallererst nicht die Kraft, aber dann hat er doch natürlich angefangen zu lesen, konnte aber jeden Tag nur ganz wenig lesen, weil es hat ihn eben so bewegt und überwältigt, dass er nicht lange lesen konnte. Und nach ein paar Tagen, da sagte Mim, muss ich genau hören, was sie hier schreibt. Was ich da lese, ist unbeschreiblich aufregend und doch lese ich. Sie beschreibt unter anderem ihre Gefühle in der Pubertätszeit mit unglaublicher Eigenkritik. Auch wenn es nicht von ihr geschrieben wäre, hätte mich das Lesen aufgeregt. Welch ein Jammern, dass dieses Leben dahingehen musste. Er war sehr verbaast, wie sie schrieb und was sie schrieb. Das war für ihn geweldig. Und das war seine Redding. Beslist. Hij was zo blij daarmee en zo trots daarop. Dat iedereen waar hij naartoe ging, had hij het bij hem en had het laten zien en voorgelezen en verteld. En hij schreef dat. Ik liep op straat in de Vechtstraat en ik liep tegen Otto op. En toen heeft hij mij het dagboek van Anne Frank laten zien. In de zomer had hij een tas, in de winter had hij het in zijn overjas. Maar het was altijd met hem. Ik kan van Anne's Tagebücher niet afblijven. Ik vroeg aan Otto, wat vond je nou van het dagboek? En wat zegt die man? Hij zegt, ik was zo teleurgesteld. Ik heb het twee keer gevraagd. Ik vraag, wat vindt u van het dagboek van Anne? Het was zo'n teleurstelling, zegt hij. En toen zegt hij ineens, ik dacht dat ik een hele nauwe relatie had met mijn dochter. Maar toen ik haar dagboek las, toen ontdek ik dat ze nooit met mij haar diepere gedachten heeft gedeeld. J'ai vu que je la connaissais pas. On croit être en bonne relation. On était en bonne relation. Vader heeft de verkeerde middelen aangepakt. Hij heeft altijd tot me gesproken als tot een kind dat moeilijke kindertijden door moest maken. Ik wou niet als meisje zoals alle anderen, maar als Anne op zichzelf behandeld worden. En Pim begreep dat niet. Otto zei tegen mij, ik zou gedacht hebben, mijn vader kijkt naar mij als een kind. Hij zou vermoedelijk mijn ideeën niet accepteren. Daarom hou ik ze maar liever voor mezelf. En dat schreef Otto ook van tijd tot tijd aan ouders. Je demande beaucoup de parents ici même. Est-ce que vous connaissez vos enfants? Uw kind zou net zo eenzaam kunnen zijn als eens mijn dochter Anne. Het
Zuerst wollte er es nicht veröffentlichen. Er hat gesagt, das intime Tagebuch meines Kindes, es geht niemand etwas an. Und wen würde es schon interessieren? Er konnte es sich nicht vorstellen. Und dann hat er mit meiner Mutter besprochen, soll ich es ausgeben, soll ich es nicht ausgeben und so. Was it more sacred to keep this a secret, private, or was it the more sacred to let the world see it and maybe something could come of it? Het is eigenlijk een dagboek. Het zou Anne willen dat hem iedereen leest en zo. Het was moeilijk voor hem dat de beslissing te nemen. I knew that Anne wrote a diary. I had promised her never to look in. I never did. En Anne zegt ook verschillende keren. En daar ik niet van plan ben dat gekartoneerde schrift dat de Weidse naam dagboek draagt, ooit aan iemand te laten lezen. Maar dan andere keren zegt ze weer. Stel je eens voor hoe interessant het zou zijn als ik een roman van het achterhuis zou uitgeven. What gave you the idea of publishing the diary? Well, after I had read the diary, I copied it. And I gave a copy to friends of ours who had known us all. One of them was employed in a publishing firm. And he told me, you have not the right to keep the diary as a private property. It's a human document and you should publish it. And so I did. Toen hij dan besloten had het uit te geven, dan heeft hij zijn hele leven veranderd. Hij had een doel. Hij heeft wekenlang getypt op zijn kleine schrijfmachine in Miep's kamertje daar. Weken heeft hij eraan gezeten. Geändert wurde nichts. Nur kleine stilistische Unebenheiten, die jedem, der Tagebuch schreibt, unterlaufen, wurden geglättet. Er hat das Tagebuch nicht irgendwie verändert oder etwas. Er hat es zusammengestellt, so wie er es eben für richtig fand. Ob enkele gedeelte na, die van weinig waarde voor de lezer zijn, is de oorspronkelijke tekst afgedrukt. Nou, dat kan je zeggen, dat is niet waar. Die oorspronkelijke tekst was meer dan 150.000, of bijna 150.000 woorden. En de tekst die afgedrukt is, het achterhuis, is 46.000 woorden. Dus het is aan zich niet waar. Hij heeft me ook verteld dat hij een aantal dingen niet wilde gepubliceerd zien, die hij geschrapt heeft, met name intieme details. Wat dan? Ja, wat dan? Weet ik dat niet. De intieme details vertelt hij mij ook niet. Voor ik 11 of 12 jaar oud was, wist ik nooit dat er ook nog de binnenste schaamlippen waren. Dat was helemaal niet te zien. En het mooiste van het geval was dat ik dacht dat de urine uit de kittelaar kwam. Dat had hij gemaakt, want hij moest. 1947 war das undruckbar. Das hätte niemand, das war verboten damals. Want ik weet dat toen ik in zijn avond bij Jacques liep, ik me niet meer in kon houden. Ik vroeg haar of we als bewijs van onze vriendschap elkaars borsten zouden bevoelen. Op een gegeven moment moest ik haar het uiterste bewijs geven van onze beste vriendschap. En dat was dan dat wij elkaars borsten zouden bevoelen. Maar ik was wel heel blij over dat Otto dat voorval niet in het Hollandse dagboekje had. Dat, daar stond het niet, dus ik wist niet eens dat Anne dat had geschreven. In het Engelse vertaling, 2-3 jaar later, staat het wel. Toen las ik het in het Engels en toen zag ik opeens dat het erin stond. We zijn erachter gekomen door met de vertaalster te praten. After I'd finished the translation, about 3 months later, I was asked to do a few additional pages that had been left out. En die kwam met een brief op de proppen van Otto Frank. Die zei van, dit wilde de uitgever weglaten, maar ik vind dat het erin hoort. Wilt u het alsjeblieft ook vertalen en in de Engelse uitgave zetten? En dan Otto vond ook dat Anne te kras was met de kritiek over zijn vrouw. Maar deze gevoelloze natuur, dit spottende wezen, daarvan houden, het is me elke dag meer onmogelijk. Dat vond hij te ver gaan. Nou, dat zit er niet in. Zondag 20 februari 1944. Moeder is verschrikkelijk.
Dat is veranderd in... Moeder is lastig. His wife had died. It was, he didn't want to hear that she was verschrikkelijk. Censuur, ja. Ingrepen, ja. Maar op het geheel van dat groot aantal woorden is het weinig. Sie erwähnen, das Buch sei von mir redigiert. Wenn Sie damit meinen, dass Schreibfehler, Interpunktionen und so weiter verbessert sind, haben Sie recht. Bearbeitet, also verändert, ist der originale Text nicht. Maar dat klopt niet helemaal. Het heeft hem nog geld gekost om het uit te geven, uiteindelijk, want de uitgevers wilden er helemaal niet aan. Toen hebben ze dus, Otto, naar mijn beste weten, heeft 2500 gulden gebracht, wat toen een hoop geld was na de oorlog. En toen zijn er 1500 kopieën gedrukt. Ik hoop dat u de tijd zou vinden het boek te lezen. Otto, omdat het was voor hem zijn leven, het was voor hem echt belangrijk, werd hij een uitstekende promotor van het dagboek. Hij heeft ook vele boeken cadeau gegeven aan mensen die misschien het boek kunnen verbreiden. Op letter 219 vindt u ook uw naam vermeld. Brief van 29 maart 44 vindt u ook uw naam vermeld. Ik ook over u wordt met de brief van 24 juli 42. I think he was the greatest promoter of the diary again just by being who he was. Being such a good, loving, wonderful, holy man. I call it, if I may use that word. But just such a good, good person. I never met a person who had a better heart and who was more generous, more, what can I say, friendly to people, who loved people so much as he. Toen hij met mijn moeder vriendschap vormde, dat was eigenlijk dan zijn grote liefde. Dat merkte in alles. En dat was ook een prachtig huwelijk. Mijn moeder is met de tram naar haar bureau gegaan en Otto is altijd op de fiets gegaan. En dan hebben ze zich ontmoet op het hoekje daar. En dan is mijn moeder in de tram gegaan en Otto is naast de tram gereden. En bij ieder stop is mijn moeder naar de deur gekomen en hebben ze wat kusjes aan elkaar geblazen en tegen elkaar gezegd. En zo zijn ze de hele tijd tot het eind gegaan. Dus als een jong verliefd paardje. Die beiden haben sich sehr, sehr geliebt und sich gegenseitig wieder aufgerichtet aus ihrem Unglück. If I would have married a wife who had not been in concentration, it wouldn't be possible. It's the same experience. She lost her husband and she lost her son. And if she speaks about it, I understand it. Hij had een heel gelukkig huwelijk met haar, want zij nam eigenlijk zijn leven in handen. Can I make some coffee for you? She provided some structure. Shall we go out for lunch? And a new family to a certain extent. Not being alone anymore, that was the most important thing. Would you like a cup of tea? Thank you, darling. Maar toen hebben ze besloten dat ze wilden niet meer in Holland blijven. Ze wilden een nieuw leven beginnen in Zwitserland. Amsterdam had zo veel herinneringen gehad. Zo veel schreckliche herinneringen. En hier was zijn familie. Als dat boek rauskam, worden 1500 exemplaren gedrukt. En die gingen langzaam, langzaam. Het was ja am Anfang gar kein Erfolg.
Ik denk dat Otto dat als zakenman gedacht heeft. Dat boek komt alleen aan de man als ik het vertaal. De Franse uitgave wordt verzorgd door Kalman Levy en Co. De Duitse is uitgekomen bij Lambert Schneider en de Engelse bij Valentijn Mitchell. En ik denk dat er nog meer uitgaven zullen volgen. Maar goed, het was vertaald. Er was een Amerikaanse romanschrijver, Meyer Levin, die las de Franse vertaling. En die is er zeer opgewonden van geraakt. Toen hij dat dagboek gelezen heeft, heeft daar Otto geschreven en gezegd: I am convinced that the journal has stage and film possibilities. And I do hope that in these matters you will refer to me should any offer arise. Otto's reactie was: hoe kan je van een dagboek een toneelstuk maken? But if you think so and if you could find somebody who would be interested, of course I would agree. En Otto was er graag voor. Ja, Otto Frank zei: ga je gang maar. I don't think that Otto Frank at that time in his mind he wanted a commercial success. He wanted this book of his daughter, a way for his daughters to stay alive. The famous review. Yes. Okay, that we should explain. Yeah, later. Anne Frank diary. Oh, sorry, I was talking. Okay, sorry. Anne Frank diary is too tenderly intimate a book to be frozen with the label classic. And yet, no other designation serves. The New York Times put it on the front page. If a book is reviewed on the front page of the New York Times, you can be sure it's going to be on the bestseller list the next day. Dat was eigenlijk toen het een bestseller werd. I don't say in French, you say ça a lancé le livre. En dat heeft alles veranderd eigenlijk met het boek. And Meyer did say to Otto Frank, don't forget, I would like to write this play. En Meyer Levin schreef dus een ontwerp. Hij heeft ook een contract met Meyer Levin gemaakt. Not a legal agreement. En had daar met Otto Frank een vage afspraak over. So he wrote the play. En heeft het Otto laten zien en Otto vond het heel mooi. He said definitely, I like the play, it's exactly the way it was. Maar er moet er nog een producer gezocht worden. En die producer zei dat is onspeelbaar. Miss Crawford findet den Text von Levin nicht dramatisch genug, glaubt auch nicht, dass er geändert werden kann, sondern es wird wohl ein neues Skript durch einen anderen gemacht werden müssen. Hoffentlich kommen keine rechtlichen Komplikationen. Levin war Zionist, vond dat alle Joden zich naar Israël moesten reppen en heeft in zijn bewerking nogal wat sionisme gezet. Op een gegeven moment in het toneelstuk zou hij ook een Joodse melodie bijzingen. Ik weet nog dat Otto tegen me zei, ik moest er niet aan denken. Ik kreeg geen enkel Joods weergelied. Die situatie is niet leicht. De Levin vindt natuurlijk zijn script goed. Bij het lezen is het ook goed. En zegt, man moet het nu halt anderen producers geven, wenn Crawford niet willen. Es gab keinen Produzenten, der das Stück produzieren wollte. Und Otto musste sich dann davon auch distanzieren. Aber das war eben für Meyer Levin die riesige Katastrophe. Und er ist ja dann fast daran zerbrochen und wurde dann ein fanatischer Feind und Gegner von Otto. Intussen hat Otto einen Kontakt gehabt mit den Hackets. Hackets, das ist ein Echtpaar. Die bekend waren eigenlijk meer voor musicals en lichte theaterstukken, niet zo serieus. Ze zijn veel naar Europa gekomen. Iedere dag eigenlijk waren ze samen. Ze hebben ieder scene hebben ze eigenlijk met Otto doorgenomen. Er zijn 8 versies gemaakt van het toneelstuk. Elke keer dat hij opmerkingen erbij had en zo. I know that he was disappointed in some of the script because there were a lot of things that he personally felt were incorrect. Also da ist zum Beispiel eine Szene drin, die Otto immer geschmerzt hat, die gar nicht passiert ist, nämlich dass Herr
vandaan brood stiehlt. Maar in het dagboek van Anne Frank, zoals dat verschenen is in de boekhandel, komt dat helemaal niet naar voren, dat hij brood steelt. De Hacketts hebben gezegd, we moeten zulke dingen erin doen. Dus heeft hij dat geaccepteerd. Dus Otto heeft dat goedgekeurd. Nou, dat is nogal wat. Eten stelen in de onderduik. Maar dat is het zwaarste wat je kan doen. Hij was zo eerlijk in alles. En dat is eigenlijk oneerlijk geweest. Dans le journal, tout ce qu'elle a écrit est la vérité. Je veux dire, parce que si vous lisez le journal, et si vous voulez écrire un film ou une pièce de théâtre, on cherche des moments dramatiques. I wish this message to arrive shortly before the opening of the play. You will all realize that for me this play is a part of my life, and the idea that my wife and children, as well as I, will be presented on the stage is a painful one to me. Therefore, it is impossible for me to come and see it. Ik ga daar niet naartoe, zei hij toen. Nou, dan niet. Dat kan ik niet hebben of dat kan ik niet tegen. Ik weet niet hoe hij dat formuleerde. Dat is veel te bedreigend en te belastend. Ja, voordat je jezelf daar ziet nagespeeld. Dat is toch verschrikkelijk? En je kinderen, die dat niet echt zijn. Dat is verschrikkelijk, zou ik ook nooit doen. Kunnen jullie je niet voorstellen natuurlijk. Maar dan moet je zin leven. Met alle ellende die ze daar hebben meegemaakt. En dan een script is er geschreven die misschien hele andere dingen zeggen dan die jij zelf destijds hebt gezegd in een andere toon. En dat moet je dan aanzien? Het is dan niet te geloven. En het was een groot succes. Bijna 1000 keer op Broadway. Een buitengewoon groot succes. Ze kregen een Pulitzerprijs voor... verschillende prijzen. Ja, iedereen vond het echt goed. Alleen Maya Levin niet. Oh, dat was dreadful. Die was vreselijk boos daarover natuurlijk. They made out of Anne Frank a little stupid American teenager. Eigenlijk had Maya Levin had gelijk. Maar toen de tijd was de wereld niet klaar voor een serieus stuk. Het was... Sugared Up and Sweetified and Broadwayified and so on and so on. He was quite aware of the deficiencies of the play. He said, "Ich weiß schon, I know." En de Meijer Levin kreeg veel steun van de Joodse gemeenschap. There was a certain amount of Jewish publicity that accused him of neglecting the specifically Jewish aspects of the Frank family story. En de Meijer Levin die stookt er het vuurtje op natuurlijk. There is a sentence that Anne Frank says... Wie heeft ons Joden tot een uitzondering onder alle volkeren gemaakt? Wie heeft ons tot nu toe zo laten lijden? And they put instead, Jews have to suffer a lot, but many people in history have to suffer a lot. It's something, isn't it? Something like that. Met Hackett's stuk hebben ze dat weggelaten, dat Joodse gedeelte. Dus dat heeft hij ook geaccepteerd. I mean, the idea that he was trying to diminish the Jewish aspect of the book, that seemed incredible to him. That really hurt him a great deal. It made me have sleepless nights. Every day I work and think of my people. He was saying that the biggest command, Jewish command there is what's called in Hebrew, Tikkun Olam, which means heal the world. Meijer Levin kraakte hem aan voor plagiaat. 6 maanden lang court case in New York. En Otto was daar voor vele maanden. Meijer Levin heeft verloren, maar heeft het niet geaccepteerd.
En heeft dan brieven geschreven, heeft zelf een boek daarover geschreven. Dat wurde nachher entsetzlich. Maya Levin hat einmal seiner Frau gesagt: If you really love me, you would take a gun and you would go and kill Otto Frank. If producers, as Miss Crawford, refuse your script, it is for me a sign that your adaptation is not the best there is. And that is what I want for Anna. Voor Otto was het succes van het dagboek, het succes van het theaterstuk, het succes van de film, was voor hem het meest belangrijkste. Daar heeft hij ook dan dingen gedaan die misschien niet zo mooi zijn om dat succes te krijgen. Dat was voor hem het belangrijkste in zijn leven. Hij wilde dat het verhaal van Anna overal bekend werd, zoveel mogelijk in de wereld. Waarom wilde hij dat zo graag? Omdat al onze geschiedenis daarin eigenlijk afgespiegeld werd. En hij vond het heel belangrijk dat de hele wereld dat zo goed mogelijk zou weten. As much as all the photographs of concentration camp horrors, more than all the anti-Hitler propaganda films, the conscience of Germany has been touched by the diary of a 14-year-old Jewish girl named Anne Frank. Her voice, 13 years later, is louder and clearer than that of the Führer who murdered her. Das Tagebuch damals, als es auf die Bühne kam, war hier in Europa, oder besser gesagt in Deutschland, eine unglaubliche Explosion, könnte man fast sagen. Nach dem Schluss war eine Totenstille. Niemand applaudierte, viele Leute weinten. The play is over, but there is no curtain. The house lights are brought up. And a stunned audience walks silently from the theater. Und dann wurden die Menschen aufgerüttelt. Holocaust hatte man ja nach dem Krieg eher nicht angefasst. Und ich denke, durch das Tagebuch ist eine ganz große, fast Revolution losgegangen in Deutschland. War das Dachbuch einer Tourneelstück in Deutschland habe verursacht, sehe ich als ein Wunder. Wie de stem van een onschuldig kind begonnen de Duitsers te begrijpen wat er gebeurd was. Nou, en Europa is het in alle landen ook een groot succes geweest. En dat heeft er dus eigenlijk voor gezorgd dat de mensen weer het dagboek gingen kopen. En toen is het echt aan het rollen gegaan. Hier zijn de cijfers. 1500 boeken in Nederland in 1947. Maar al 10.000 in 1950. In 1952 150.000 boeken. 3 jaar later 900.000 exemplaren. En nu 4 miljoen mensen kochten het dagboek dat Anne Frank voor zichzelf schreef. Op een middag in mei trekken 2000 Duitse jonge en oude mensen in één lange stoet naar de plaats waar Anne gestorven is. Het voormalige concentratiekamp Bergen-Belsen. Terwijl Duitse mensen kranten leggen, barsten ruzies en conflicten los. Relletjes breken uit in Duitsland en Oostenrijk als Anna's toneelstuk wordt opgevoerd. Een Hamburgse leraar genaamd Zielau verklaart dat Anna's dagboek een brutale vervalsing is en moet zijn verklaring intrekken. Maar in kranten en tijdschriften duurt het tumult rond het dagboek voort. Das Tagebuch meiner Tochter, das nach dem Krieg unter dem Titel Das Tagebuch der Anne Frank herausgegeben wurde, ist von ihr selbst geschrieben. Ich habe das Tagebuch ihrer Tochter Anna gelesen und bin entsetzt, dass sie als Vater so etwas veröffentlichen. Aber das ist so typisch Jude, aus der stinkenden Leiche seiner eigenen Tochter noch Geld rauszuschlagen. Ein Segen für die Menschheit, dass solche Kreaturen von Hitler ausgemerzt wurden. Terrible letter. Ja,
kan je je voorstellen dat ze zo'n brief kreeg, hoe opgewonden hij daar was. En dat hij geld uit het dagboek gemaakt heeft, dat was natuurlijk ook iets wat vele mensen verwijt hebben. Maar mijn moeder en hij leefden zo zuinig en zo spaarzaam als je je maar kan voorstellen. En hij heeft altijd gezegd, dat is niet mijn geld, dat is Annes geld. Es ist nicht mein Geld, es ist das Geld von Anne. Ich möchte es nicht verschwenden. Es soll karitativ und so weiter gespendet werden. Ze hebben bijvoorbeeld nooit, zelfs toen hij al bij dat dood was, hebben ze nooit een taxi genomen. Ze zijn altijd derde klas in de trein gegaan. Nooit in een duur hotel gewoond. Als je ook bij hem thuis kwam, dan stond er bruinbrood op tafel en een stukje kaas met een kaasschaaf. Dus er werd niet zomaar homp afgeschreden. Het was misschien een onbewust straffen. Zij hebben overleefd, ze hebben hun kinderen overleefd. Dus waarom zouden ze nu een goed, een mooi leven hebben? In de schaduw van de Westertoren in Amsterdam ligt aan de Prinsengracht het Anne Frankhuis, waarin het Joodse meisje Anne Frank en haar familie zich jarenlang... In 1952, toen het boek in Amerika uitkwam, zijn veel toeristen naar Amsterdam gekomen. Hebben al aan de deur geklopt, kunnen ze zien waar Anne was verborgen. En heeft hun altijd laten zien het huis. Maar het huis op Prinsengracht was al erg in een slechte toestand. Het huis van Anne Frank is in vergaande staat van verval en daar is veel geld voor nodig. Otto was natuurlijk vreselijk onrustig daarover en heeft geprobeerd het te redden. U kunt hieraan meewerken door geld te storten, hoe weinig ook, op postgiro rekening nummer 12, ten name van de burgemeester van Amsterdam. En toen hebben ze het gered. After the house is saved from destruction, we can realize the plan for an Anne Frank Foundation. I know that there is an Anne Frank Foundation, Mr. Frank. What is the purpose and the aim of it? Well, in short, I should say to fight against prejudice and discrimination, respectively hatred, against people of different race and religion. And the Frank House has been modernized to be used as an international youth center. And there we want to get people in contact with each other. We have a lot of discussions about problems of peace, about tolerance, about antisemitism. Hij is voor een Duitse officier uit de Eerste Wereldoorlog is het een buitengewoon liberale en wereldverbeteraarachtig type, hoor. To more people we get here, to more they try to understand each other and to understand that we are different, but that we could get along very nicely. I don't think anyone wants war. Zo'n Anne Frank Academie moet komen waar dan jongeren in hun vakantie over de wereldvrede praten en gitaar spelen. Nee, daar zit iets echt authentieks in. Maar daar doet u ook alles voor. Bij de paus op bezoek gaan, de honderdduizendste Volkswagen in ontvangst nemen die dan gebruikt wordt om goede doelen te doen. Seemed to be a certain naïveté, but that naïveté also strengthened him in his mission. That he really did believe man is good, like his daughter said. Die mooie zin die iedereen zegt dat zij schrijft, ze gelooft aan het goede in iedere mens. Omdat ik nog steeds aan de innerlijke goedheid van de mensen geloof. Dat heeft ze voor Auschwitz gezegd. En we weten niet wat ze daarna zou hebben gezegd. Maar meneer Frank zou dat, voor hem was het goed. Hij zou dat wel hebben gezegd, waarschijnlijk. Ook na Auschwitz? Ik denk het wel. Trots allem glaube ik dass die Menschen im tiefsten ihres Herzens gut sind. So hat das Tagebuch der Anne Frank heute noch eine lebendige Aufgabe. Unbedingt. Und diese Aufgabe sehe ich ja auch jeden Tag, denn ich bekomme wirklich jeden Tag noch Briefe von Lesern. I received, I should say, thousands of letters.
I received hundreds, I received thousands of letters from young people. De lezersbrieven lopen van hier, nummer 213, hier tot aan nummer deze. Gemiddeld 600 velletjes per doos. Es gibt 30.000 Briefe, ich weiß nicht, ob Sie das wissen. In de morgen hebben ze die brieven gekregen, iedere dag zo'n hele stapel. En hebben ze die opengemaakt. Dus dan is mijn moeder naar de schrijfmachine gegaan. Kleine schrijfmachine, die hebben ze altijd meegenomen. Ieder zin hebben ze besproken. Zullen we dat zo schrijven of zo schrijven? En dan Otto zei dat zo. Mijn moeder zegt, nee, dat is een beetje ongevoelig. Ik geloof, je moet dat beter zo zeggen. Dus dan hebben ze het zo veranderd. En zo is ieder brief, is samen hebben ze die uitgewerkt. En dan heeft hij de brief gelezen en heeft altijd gesigneerd. Je vaderlijke vriend Otto Frank. En dan hebben ze postzegels opgezet. En dan is meestal Otto naar de brievenbus gegaan en heeft ze ingeworpen. Een brief als de jouwe geeft mij het gevoel dat er een band tussen ons bestaat door Anne. En dat ze in zekere zin voortleeft en door haar voorbeeld een invloed ten goede uitoefent. Ik zat op het begin van de middelbare school. Ik had het dagboek van Anne Frank gelezen. En toen heb ik hem een brief geschreven. En daar kreeg ik na een week of twee een antwoord op. Hij vond het zijn plicht om in te gaan op die brieven. Dat was weer zijn echt Duits. Als iemand je schrijft, moet je terugschrijven. In het begin schreef ik, denk ik, beste meneer Frank. En in de latere jaren ben ik daarboven gaan zetten, lieve Pim. En dat was de naam die Anne zelf ook voor haar vader gebruikte. Dat heeft hij geaccepteerd. Soms schreef hij mij een brief terug waar hij onderschreef, jouw Pim of zo. But these young people, mainly girls, identify themselves with Anne. They write to me as Anne's father. And sometimes they even close the letter, your loving daughter. So they really take me personally. Soms was mijn moeder wel kwaad dat ze, als we meteen antwoord, krijg je meteen een antwoord terug. Dan moeten we weer antwoorden. Zo wachten we een paar weken, anders wordt het te veel. Dus soms hebben ze dat gedaan, maar meestal was Otto toch meteen antwoorden. De post kwam 3 keer per dag. Vaak wou hij dan nog vlug voor 12 uur zoveel brieven al in de bus gooien. Je kunt het zien als je... He would pull out a letter and read it to us, the delight he had. Als ze bij ons woonde, was het soms moeilijk, omdat ik wou mijn moeder een beetje voor mezelf hebben. Maar iedere morgen kwam zoveel post. En Otto al zei altijd, we moeten eerst die post beantwoorden voor je met Eva kan uitgaan. Ze wou met mij gaan, maar wou ook natuurlijk met Otto zijn. Dus het was altijd een beetje moeilijk voor haar. En ze zei altijd tegen mij, ik moet haar niet in 2 stukken scheuren. Ja, hij was eigenlijk wel jaloers op haar. Dat zij met mij ook wou gaan en zo verschillende dingen. Zijn leven van na de oorlog was Anne. 100%. En al die andere dingen waren veel minder. In een restaurant of in een trein, in een vliegtuig kwam altijd uit dat hij wou vertellen over Anne. Mijn dochter die was erg in het boek geïnteresseerd, in het dagboek. Maar mijn 2 zoons die waren toen misschien in het begin tieners. Die hadden het nog nooit gelezen. Of course, there are people who don't know anything about it. En ik heb ze echt moeten aanmoedigen, want ik zei, Otto Frank begint absoluut met jullie over dat boek. That's a minority, of course. Dus ze moesten dat van mij lezen. Die oudste tenminste. Hij bracht altijd het onderwerp op Anne. Het was allemaal Anne voor en Anne na. Het was het belangrijkste. En soms werd ik er wel eens misselijk van.
En wat hij ook heel vaak zei, heel, heel vaak... Ik had twee dochters, maar ik spreek altijd over Anne... en ik voel me slecht dat ik nooit over Margot iets te zeggen heb. Maar hij had niets te zeggen over Margot. Toen ben ik eigenlijk toch ontzettend verontwaardigd geweest... en heb hem gezegd dat ik het toch wel heel erg vond... dat Anne overal de eerste viool mocht spelen. Dear Kitty, dear, dear Kitty. En Margot, die naar mijn idee veel waardevoller was dan Anne... qua mens, dat die nergens genoemd werd. En toen zei hij dat ik dat anders moest zien. Ik moest het zien... dat Anne een representante was van alle mensen... die meegemaakt hadden wat zij heeft meegemaakt. En als zodanig moest ik dat zien. Dat heeft me nooit echt helemaal bevredigd... maar ik heb het natuurlijk wel geaccepteerd. En als de mensen geen interesse hadden... of niet veel, zeggen, oh ja, zo... dan heeft ze ook een compleet interesse verloren in die mensen. Oder had ze den Otto aber gar nicht gekannt. Da hat sie den Otto aber gar nicht gekannt. Ja, dann heeft hij gewoon verder met mijn moeder of met ons verder gepraat. En heeft die mensen gewoon laten liggen daar. Immer wieder, wenn Besuch gekommen ist, hat er sich mit diesen Menschen zusammengesetzt und gesagt, sag mir, wie geht es dir? En wat ook interessant is, dat hij wou niet dat iemand anders daarover schreef. Meneer Kuchler heeft hem toen twee hoofdstukken van een boek gestuurd dat hij wou schrijven. En Otto was erg kwaad daarover. When I heard that your firm intends to publish a book, The Man Who Hit Anne Frank, I was astonished and annoyed. En toen heeft Kuchler het opgegeven. En ook Miep heeft alleen maar haar boek geschreven nadat Otto dood was. En ik ook. Ik zou nooit een boek geschreven hebben zolang Otto geleefd heeft. Dat zou hij heel, heel bijna een verraad gevonden hebben. Ja, dat was zijn kingdom. Dat was zijn subject. Maar ik moet zeggen, ik heb Otto erg gewaardeerd. En ik heb hem ook heel lief gehad. En speciaal omdat hij was de beste grootvader die je kan voorstellen. Hij had met mijn kinderen de grootste geduld. En je kan zien, hij liefde ze echt als zijn kleinkinderen. To me, he was my grandfather. Yeah, I never thought of him as a step-grandfather or not my real... Always, he was Opa, my grandfather. One of the memories I have of him is when we went on holiday and he was not that young anymore. And he decided that he was going to get up on the rings with his head down and stayed there for quite a while. He used to take me aside sometimes and talk to me about Anne and how lost he felt without her. And in a way, I almost felt that he was looking to me as a sort of Anne figure in some ways, and asked me if I was writing a diary and things like that. And I felt quite uncomfortable with it. My grandpa was completely obsessed in a way with her and everything to do with her. En Sylvia, als ze bij Otto en mijn moeder geslapen heeft, vond ze het altijd eng. Ze zegt, er is altijd de geest van Anne daar. Ik wil niet zoals de meeste mensen voor niet geleefd hebben. Ik wil van nut of plezier zijn voor de mensen die om mij heen leven en die mij toch niet kennen. Ik wil nog voortleven, ook na mijn dood. All over the walls there were pictures. There were books everywhere. There were reminders of the past and the history everywhere. And I found it a bit oppressive, uneasy. I felt very awkward with it. Otto heeft ook heel slecht geslapen, had ook veel nachtmerries, was erg onrustig, heeft veel gepraat in zijn slaap over verschillende vreselijke dingen.
En mijn moeder heeft hem altijd wakker geschud. En vaak heeft hij zo schüttelfrost gehad. Heel erg. En dat duurde dan wel 15 minuten en zo. En dan was hij helemaal uitgeput. En dan gaat hij weer weg met iemand en is helemaal kalm. Een heel complex figuur eigenlijk. Hij had tremendous internal resources. En physically too, he was remarkably strong. I asked him repeatedly, do you really want to expose yourself to all that? And he said, I have to do that. I have to do it. There's no choice. He was able to sublimate the trauma, probably by the help of the book and the service that he felt he was rendering to many people by presenting a document of his daughter to the world that was enormously meaningful. I think there was enough secondary gains arising from the crowds of victims in a unique way and being visible to everybody and representing the victims in that sense. That was, you know, with all his humility, he was only human. Ik geloof niet dat hij persoonlijk beroemd wou zijn. Maar als mensen hem kenden, dan helpt Anne weer. I think it gave him a lot of satisfaction to know that Anne had such an impact on the lives of so many people. If I want to, you know, use the word joy in the sense that look at the fruit. Look what the fruit of the diary. Well, it was all he had left, of course. He'd lost everything, but the diary was still there. That gave him an object in life. It helped to keep the devil at bay, so to speak. Keep those horrible feelings away. It was healing for him. Werd hij daardoor ook minder somber? Nee. Zat er een ontwikkeling in zijn verdriet? Nee, het was altijd hetzelfde. Het was altijd heel erg voor hem dat het zo gebeurd was. I'm sure he thought of his life as second grade, even though he was able to enjoy the daily things, you know. But it's clear to me that, you know, that it didn't take much for him to hear the basic music playing in the background, which was a dirge, you know, which was a music of mourning.